Hoi, het is januari en daarmee is het dus mooi tijd om geraniums te gaan zaaien. Om te zaaien gebruik ik een bak van Zeeman. Wel een hoge, want er zijn twee verschillende soorten. En de lage soort is niet zo heel erg handig om mee te zaaien, maar de hoge soort wel. Dan doe ik een lege eierdoos erin en die vul ik dan een beetje op met wat stukjes van de eierdoos. Dan pak ik een wc-rol. En dan ga ik de wc-rol door midden knippen en daar maak ik dan dus de zijbakjes van. Voordeel van deze wc-rolbakjes is, er zit weinig grond in, dus de grond warmt eigenlijk snel op. Makkelijker dan wanneer je dus in een grotere bak zaait. En dan komen dus de zaden eerder uit. Je doet één zaad per wc-rolbakje, dus op een gegeven moment, zodra er opkomst is van ook maar een paar, dan ga je daar met die bakjes alvast verder. En dat is echt perfect voor de ontwikkeling van die zaden die dus het eerst zijn uitgekomen. Dan aan de onderkant van de wc-rol zie je dus dat er ruimte is. Nou, daar zullen de nieuwe plantjes dan ook hun wortels langsheen laten gaan. Dus de wortels worden dus ook niet belemmerd. Zelfs als jij een beetje achterloopt met het verpotten, dan nog kunnen de plantjes zich nog steeds prima ontwikkelen in een wc-rolpotje. Een lege eierdoos houdt de wc-rolpotjes heel erg goed op hun plek. Ik heb er wel stukjes kartonachtig zeg maar in gedaan. Dat komt dus, want anders dan gaat de grond hier toch doorheen lopen door het gaatje wat je daar dus ziet. Maar omdat het dus opgevuld is, zal de grond er gewoon prima netjes in blijven. Maar mocht het nodig zijn, kunnen de wortels nog steeds wel hun weg tussendoor vinden. Dus komt dat zo perfect uit. Dan heb ik natuurlijk ook zaden nodig om te zaaien. Nou, je ziet hier de zaden die ik nu ga gebruiken. En dit zijn zaden die ik zelf heb geoogst. Op het moment dat mijn bloemen uitgebloeid zijn, laat ik een aantal trossen met uitgebloeide bloemen staan, zodat ze tot zaad over kunnen gaan. En dat kan natuurlijk alleen als ze bevrucht zijn door de bijen en door de andere insecten. En als alle omstandigheden goed zijn gegaan. Het ene jaar is het makkelijker om zaad te kunnen oogsten uit je planten dan het andere jaar. Het heeft natuurlijk te maken met of het heel veel geregend heeft, of de insecten goed hun werk hebben gedaan, of het misschien niet te droog was geweest. De omstandigheden voor de plant moeten gewoon goed zijn om tot goed zaad over te gaan. Zo ziet dat er dus uit als ik ga oogsten en als ik ga kijken of daar dus zaden in zitten die ik kan gebruiken. Het liefst oogst ik ze dus als ik ze aan de pluisjes een beetje eruit zie komen. Dan weet ik bijna zeker dat de zaden daarvan goed te gebruiken zijn. Dan moet ik de zaden hier nog uithalen. Nou kijk hier, dit is een schil, hierin zit een zaad. Dus dan moet ik gaan kijken of het zaad zo nog goed is. Nou, hier zit er dus nog eentje. En meestal zijn het er of 3 of 4. Hier heb ik een derde. En dan moet ik even kijken of er nog een vierde in zit. Dan haal je dit zo een beetje opzij. En kijk, daar zit dus nog een vierde. Nou, perfect. En nu moet ik kijken of er hopelijk één zaadje tussen zit of meer die dus wel bruikbaar is. Het beste is om de zaadjes uit hun schil te halen, zodat je kan controleren of het zaad goed is. Je kan het bijvoorbeeld tussen je vingers rollen en als het zaad stevig voelt is het goed. Als je het helemaal in kan drukken dan is het dus geen goed zaad om te gebruiken. Je kan het ook eventjes op tafel laten vallen en als je dan zachtjes tik hoort wanneer die op tafel aantikt, dan weet je dat het zaad goed is. Ik heb de potjes gevuld met grond. Daarvoor heb ik zaai- en stekgrond gebruikt, omdat dat dus heel luchtig is. Maar je kan ook gewoon potgrond gebruiken, want dat heb ik ook de voorgaande jaren altijd gedaan. En dat werkte ook gewoon prima. Maar wat je dan wel moet doen, omdat de grond heel zwaar is van potgrond en ook grote stukken, bijvoorbeeld hout en zo in zit, even met je vingers erdoorheen, grote stukken eruit halen, zorg ervoor dat het lekker luchtig is. En dan kan je dat dan dus gebruiken. Goed. Dus dan ga ik dus nu de potjes nat maken en dat doe ik met wat water. Maar ik heb wel eerst even het water in de woonkamer laten staan. Even kamertemperatuur laten komen, want hoe warmer het aanvoelt voor de zaden, hoe beter het gaat en hoe sneller de zaden gaan uitkomen. Ik heb de grond lekker vochtig gemaakt. Het is niet te nat. Te nat, dan is mijn potje helemaal donkerbruin geworden. Hè? Want waar die nat wordt, daar kleurt die donkerbruin. Dan is mijn potje helemaal donkerbruin geworden. En misschien druipt er dan zelfs nog water vanaf. Dat is dan te nat. Maar gewoon, het moet gewoon lekker vochtig zijn. Nou, dan ga ik een gaatje maken om daar zaadje in te doen. Labelen kan ook heel mooi op de wc-rolpotjes. Je schrijft gewoon even op wat je dan aan het zaaien bent. Want vaak vergeet je dat. Tenminste, ik vergeet het dan altijd. Nou, ik maak even een klein gaatje. Oh, dat is iets te diep. Ik moet niet te diep hebben.
Hij hoeft er maar een heel klein stukje in. Dan pak ik mijn zaad. En dat gaat dan in het gaatje, wat dus niet te diep is. Want hij moet gewoon een heel klein laagje grond eroverheen zijn. Maar niet te veel. Nou, en dan even de grond er zo verder overheen. En dit is prima. Wat je wel moet weten als je zaait in wc-rolpotjes. Karton onttrekt dus ook vocht aan de grond. Dus ik moet elke dag wel gaan checken of ik weer een paar druppeltjes water erbij moet doen. Om te zorgen dat mijn grond, dat dus lekker vochtig blijft. Alles is gezaaid en dan kan het deksel erop. En dit vind ik dus ook erg handig van deze bak. En daarom gebruik ik het graag om te zaaien. Het is dus erg gemakkelijk. Maar het is dus ook makkelijk om eventjes te tillen. Hij past prima in je vensterbank, omdat hij dus zo mooi smal is. Dit gaat dus op een warme plek staan. Hoeft dus niet bij het licht. Dus het hoeft niet in het raamkozijn te staan. Maar dit gaat gewoon eigenlijk in mijn woonkamer op een kast staan. Waar het gewoon warm genoeg is. En deksel blijft erop. Alleen elke dag haal ik eventjes het deksel 1-2 minuten eraf. Omdat het anders gaat stinken. En dan zorgt het ook een beetje voor wat schimmel. Vorming erin. Dus gewoon even elke dag 1-2 minuutjes eraf om te luchten en dan weer deksel erop. En zodra de plantjes opkomen, dan gaat het deksel er wel af, want dan hebben de plantjes dat dan dus niet meer nodig. En even nadenken. Wat ook erg handig is aan de wc-rolbakjes, is dat ik dan straks zeg maar een tweede bak kan pakken. En de plantjes die dan uitkomen, hebben geen deksel erop meer nodig. Dus die haal ik er dan uit en die plaats ik dan in een tweede bak waar dan geen deksel op staat. En dan kan ik gewoon verder gaan met deze kas met het deksel erop voor de zaden die nog wel uit moeten komen. Dus dat is gewoon echt ideaal. Elk zaadje en elk plantje kan op deze wijze gewoon de beste methode zeg maar krijgen. En het is makkelijk tilbaar, dus straks als de plantjes zijn uitgekomen, dan kan ik het makkelijk van de ene vensterbank naar de andere tillen om dan genoeg licht te krijgen. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken en jullie ook veel succes met het zaaien.